Ik heb nog steeds geloof in ons rechtssysteem. Het is slechts het eis. 16 februari is het ons beurt nu om te praten. Ik heb beeldmateriaal ook dat er mannen waren die gemaskerd waren. Dat heeft de rechter ook gezien. Ook dat er mannen waren met messen op ons truck. Er is aangegeven door de commandant Isaac dat er geen gemaskerde mannen waren of met messen, weet ik veel wat. En dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat is gebeurd. Ik heb nog steeds geloof in het rechtssysteem. En als beeldmateriaal wees dat ik eigenlijk op die truck was en je zegt moordpoging, brandstichting, dat ik heb gepleegd, dan wil ik weten wat voor rechtssysteem we leven. Auto van onze collega van Star News is in brand gestoken. Het hoekhuis staat in brand. Er is brand gesticht in het hoekhuis. Het grootste gedeelte van de menigte heeft zich dan richting binnenstad begeven, waar er ook plunderingen zijn aangericht aan enkele winkelgebouwen. Neem je wel verantwoordelijkheid voor wat die dag is gebeurd? Ik neem verantwoordelijkheid voor mensen die bewusteloos worden op mijn protestdag of dat ik heb georganiseerd. Ik doe dit al 7, 8 jaar. Dat soort dingen kan ik verantwoordelijkheid nemen. Ik zou nooit verantwoordelijk willen zijn voor zulke stomme en laffe daden die mensen hebben gepleegd. En vooral wanneer het te bewijzen is dat mensen dat hebben gepleegd. Geen pakito mensen. Er is ook op beeldmateriaal dat ik het volk rustig probeerde te houden. Het is ook begonnen dat mensen agressiever werden toen men met traangas begon te gooien, waar er ook kinderen bij waren. En dat heeft die mensen meer getriggerd. Heel wat journalisten hebben hieronder geleden. Heel wat kinderen. Bepaalde journalisten waren zelf ook op de grond die ik heb moeten helpen. Traangas wordt gegooid daar. Ik denk dat we even verder hier kunnen gaan. Oké. Ik heb traangas geïnhaleerd. Gerald, kom hier. Traangas, jongen. Blijf hier.
Gerald, stop. Kom daar. Kom daar. Je fuck op je. Kom. Kom daar. Kom. Kom, kom daar. Kom daar. Maar één ding dat speelt is dat dat twee keer, drie keer, twee keer intreden op die muur van militairen. Als we praten over de muur van de militairen, sta ik voor die mensen. Ik, als je naar de oude beelden kijkt van elke protestactie heb ik een regel. Je reed achter mij. En dat was ook te bewijzen op beeldmateriaal bij de rechter. Dat ik voor de truck sta, dat er mensen voor de truck waren. Dus in case de truck in zou hebben gereden, wat hun beweren. Dat de man boerij onhoofdzie, voor dat de man de man rapen. Ik zou nooit inreden op de militairen of op de politieagent. Ik ben niet stom, ik ben niet dom. Zij de mij goed fit zien voor de man voor de truck. Nou, omdat de man bij een kogel is gehoord aan de militair toch. Ik dacht, nou, dit moet ook ophouden. Dit is niet waarvoor we hier zijn. Dus ik kwam met een strategie voor hoorde, maar aan hoe zo tak, ik voel me de stoon stop. Dus dat was de plan. En werkelijk, ik stond voor die truck. That's it. En inrijden, laat me iets uitleggen. Te wat man rij in, lukt aan wat daf truck. Ik denk dat ik heb geen shield van AMP Kaori, no. Ik denk dat ik chilibi smalik drap if I play me falluk en gaan gewoon tak yo ma hoor a daf truck. Als een daf truck wil inrijden op je, hij rijdt naar die panja plus hij pletteren. Begrijp je me? Er is niemand die ongeluk daar gaat. Tak de man tak als een kisa shield, zo'n shield. Ik heb niemand opdracht gegeven om door te rijden. Toch? En op beeldmateriaal was er ook bij de rechter. Taxma jopen tapa truck en nak tapa ruit. Mensen hebben mensen in mijn buik gehouden. Smatei mi tak if uno rego doro, toch in een foto, de mo broma hier daf truck. Plus de mo sani op Ashwin. Alla de sos koutu of Isaac of als het geweldig commandant zak. Isaac Epleitak, hij heeft alles gezien. Vraag hem als hij in de stad was. Vraag hem als die mannen van hem in de stad waren. Die de man bij panya a KPS, die de man panya Shell. Als meneer Isaac heeft wat boots, a boots van man. Of een soort ster van man, bij die na foto. Als man. Geheel de stad was leeg. Het was niet beveiligd. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om veiligheid te garanderen. Het is taak van de MP's en de politieagenten. En meneer Isaac heeft gefaald. En if im te kablim taki blunder, die afveiligheid tap op mijn mannet. Die tak dat hij maar schuift niet alles op mee. Denk je dat er meer aan de hand was op die dag? Dit is wat ze wilden hebben. Ze wilden een strafblad. Ze willen dat ik een strafblad moet krijgen op mijn naam. Om niet mee te doen met de verkiezingen. Want de maas heb taka achterbaf mee kotrangen. Isabi toch? En dit doen ze met iedereen, toch? Die de Mashitak Edith, die is nou een tranga speler. Dit alles is opgezet. Hoe kan het dat een DNA-gebouw aan het bestormen is en niemand is in de stad? Van waar komen die mensen? Die mensen komen van de stad. En het is een eenrichtingsweg, dus ze gaan weer naar de stad moeten gaan. Als mijn truck aanwezig zou zijn of als mijn truck niet aanwezig zou zijn, de mensen zouden richting de stad gaan. Klaar, punt uit. If you know a fallen commandant en je kan dat niet inzien, dat betekent alle de sterfie de man poeru. Alle de streepie, de zogenaamde streepie voor de man moest poeru, want je hebt geen inzicht van het werk. Dus als jij mij komt zeggen dat het mijn schuld is, if you sapatak atori in bestorm, dan hoor jij als commandant te bellen van hey mensen, vaker, we gaan de voorbereidingen moeten doen daar in de stad, want de mensen gaan richting de stad. En het waren niet gewoon mensen. Er waren mensen die onder invloed waren van drugs en er waren mensen die onder invloed waren van alcohol. Het was zo te ruiken en het was zo te zien. Denk je dat er een ander doel was? Er is een coup gepleegd. Er waren mensen op me druk. Wij mochten nergens gaan. We mochten niks doen. Toch? We mochten nergens gaan, we mochten niks doen. Mijn hele truck was alleen om cirkel met messen.
Mijn securities hebben geen wapens. Maar wat denk je dat ze wilden doen? Wat is hun... Laten we zeggen dat ze een missie hadden. Wat zou die missie moeten zijn? Dit is toch plunderen, toch? Om alles te schuiven op Stefano Biervliet, meer bekend als Pakito, hoofdbestuurslid van Pro en activist. Jongste politicus van Suriname. Het is ze gelukt, toch? Misschien voor een 500 SRD of een 1000 SRD. Where are you? 16 februari gaan jullie op de verdediging aan het woord. Hoe gaan jullie dat tegemoet? Door de waarheid te zeggen. En als je bezig bent met de waarheid, hoef je niks te bestuderen. Je zegt gewoon hoe die dingen zijn en dan kijk je hoe het gaat. Ik ga gewoon hetzelfde vertellen, want dat is gebeurd. Op beeldmateriaal is het ook bewezen dat ik op die truck was. Zo brandt me op. Dus moordpoging. Inrijden op militairen. Weet je wat inrijden betekent op militairen? Dat betekent je rijden putawagitap 2 rijden naar de panja. Niemand heeft ongeluk gehad die dag. Integendeel hebben die eigen MP-mensen een politieagent per ongeluk een ongeluk gegeven. Dat is mijn biggie de maire. Isabi toch? Ik ben voor land en volk en no one goddamn person haalt dat van mij weg. Hebben ze mensen gevonden, aangehouden die je hadden bedreigd, zoals je vertelt? Hoe ga je ze aanhouden als ze een masker op hebben? En het is ook op beeldmateriaal bij de rechter. If you know no de wear one masker, de je poeri bril, minasap taka you er. Begrijp je? Is een voorbedachte raad. Is een georganiseerd ding. Toch? Wie komt protesteren met een masker? Waarom zou je willen komen protesteren met een masker? Is niet nodig. Zie je mij protesteren met een masker? Je moet dat ik protesteren in belang van het volk. En land. Dus wat er is gebeurd, meneer René, er is een koep gepleegd. Die mensen in mond roken alleen naar alcohol en palm. Die mensen die met me spraken naar zo soppie mensen meer. Het no good. Samtaka. Isabi toch. Dat is gebeurd.